Ik ga iets doen wat nog nooit gedaan is. Ik ga 1000 keer een swing over maken. Hij gaat het gewoon doen. Dit is een heel goed reis. Ik zeg alles, we zitten allemaal echt zitten. Dus we halen je eruit, je doet er nog 4. Dan ga je het ijsbad in. Dat was niet leuk meer. Nu begint het. Laten we iets voor elkaar verzinnen. Wat dus inderdaad onmogelijk lijkt. Wat door veel trainen eventueel haalbaar zou kunnen zijn. Ik was het vergeten. Tot jij een maand later tegen mij zei: Niels, ik heb een challenge voor je. Ik zei: oh, wat dan? Ja, je moet 1000 keer over een balk klimmen. En in een seconde, volgens mij zei ik binnen een seconde, is goed. Totdat ik begon na te denken, dacht: ho eens. Stel nou dat ik 50 swingen over een uur ga maken. Even korte rekensom. Ik denk: shit, dan ben ik gewoon 20 uur bezig. Toen begon ik wel te twijfelen, jongen. En vanaf dat moment ben ik als een beest aan trainer gegaan. 40. Ik fietste alleen mijn fietsje richting het veld en ik zag al wat licht op het veld. Onze sponsor van Ons 5 was er gewoon. Ik denk dat er een stuk of 5-6 maten 's ochtends al klaar stonden. Fysio was er al, een diëtist stond al klaar. En iedereen was daar om mij te begeleiden gedurende die dag. Dat was onwerkelijk eigenlijk. Waarom zouden mensen überhaupt daar staan om 4 uur 's ochtends om een of andere gast 1000 keer over een balk te laten klimmen? Want belachelijk is het eigenlijk. Ik weet eigenlijk nog steeds niet waarom. Ik weet waarom ik het deed, maar ik weet niet waarom de rest er stond. Ja. Ah, die laat ik aan jou. Oh, hij loopt nu al achter. Still 999 to go, mate. Dit is in ieder geval het laatste ook niet. Hij gaat het gewoon doen. Ja, een van onze maten die lag zelfs voor het hek te slapen. Die had bedacht, ik wil de eerste zijn. En die heeft gewoon zijn stretcher voor het hek uitgelegd. En die heeft hij de nacht gewoon doorgebracht. Dat is bizar. Eigenlijk vrij snel 's ochtends, we waren denk ik nog geen half uur bezig of de onweerswolken kwamen al. Het was best wel even de vraag, oké, gaan we door? Moeten we stoppen, moeten we eruit? Een beetje regen gehad. Uiteindelijk zijn we gewoon doorgegaan. Er zijn op die dag gigantisch veel mensen geweest die mee hebben geklommen. Wat was je eerste reactie toen je hoorde van deze challenge? Dat is heel goed wijs. Super gaaf! Ja. Ook de hele opbouw naartoe, al die filmpjes. Ja, super tof. En daar kun je alleen maar meedoen. Ja. Gaat hij dalen? Zeker. Zeker. Misschien. Nee. Tuurlijk gaat dit halen. We zitten bijna op 500 en ziet er nog ontspannen uit, dus ja, dan moet wel goed komen. Ik heb alle vertrouwen in. Als ik hem nu zie en hij zit op de 500, dan... De 800 moet je halen, de laatste 200 moet je op karakter doen. Nou, zou je het kunnen? Dat weet ik niet. Ik denk dat uiteindelijk iedereen dat wel kan. Nee, ik zou het niet kunnen. Ik heb daar niet de motivatie voor om zoiets te doen. Ja, we hadden Harm Noor gevraagd om die dag aanwezig te zijn. Ja, Harm Noor is eigenlijk... de speaker van Survivor. Ja, en dan gaan we weer naar boven. Hopzakee. En dat is waar hij goed in is. Lullen, daar kan hij. En dan gaan we kijken naar de swingover. Kijk eens. In het begin voelde ik me er heel ongemakkelijk bij. Want de schijnwerpers was heel erg op mij gericht. En normaal heb ik daar niet zo moeite mee. Maar het was wel heel erg om mij. Maar wat heeft hij er een evenement van gemaakt. En het hielp wel om gewoon door te blijven gaan. En kijk eens, haar eerste. Ja! Ja, mooi! Hey. Lisbeth heeft ervoor gezorgd dat ik er strak bij stond. Een stuk of 7 hemdjes, denk ik. Iedere keer als mijn hemdje nat begon te worden, was de wissel. Alles zorgde ervoor dat er veel te veel schuurplekken ontstonden. De diëtist was de hele dag aanwezig. Ik denk dat hij me er ontiegelijk goed doorheen heeft geholpen.
Niels is bijna klaar, althans met de tweede set. En dan gaat hij even wat eten, dus ik heb hier wat klaar liggen. Twee repen en een banaan is 76 gram koolhydraten. En ik wil eigenlijk 90 nu naar binnen werken. Dus ik zit nog even te berekenen wat we erbij gaan doen. Wij gaan dus kijken naar de volgende atleet. Ja, dat klopt. Kijk, joh. Lig je gewoon als Cleopatra op dit bedje. Zeg, alles begint allemaal echt zeer te doen. Ik merk nu mijn buikspieren beginnen te verzuren. Onderarmen en bovenarmen waren al een tijdje verzuurd. Nou, kijken naar die mannen. Zwaar te worden. Maar met deze verzorging ga ik gewoon door. Nou, het liefst had hij twee knappe vrouwen gehad, maar ja. Ja, het is er maar eentje. Ze moesten het meteen doen. Ja. Jurgen, gouden gozer. Vanaf het begin af aan was hij erbij en we samen geconcludeerd dat hij eigenlijk de eerste 500 stuks was achteraf niet heel erg nodig geweest. Maar vanaf 500 was het nodig dat hij er was. Weer begon parten te spelen. En volgens mij rond de 700 merkten ze dat minder goed ging. We proberen Niels een beetje lekker koel te houden. Het is dan echt wel warm, ondanks de regen van vannacht. Dus ijszakken. Gouden techniek, hè? Neem je Olympisch goud mee. IJs gaat je redden. Tot op een gegeven moment dat ik gewoon overfrit. 10 collega's. Ga maar deel van mijn leg als ze vaart. Met de theedoek in de was. Ja? Ja, het gaat los. Kun je nog wat uitbrengen? Niet veel, maar het is wel. Vind je hem nog leuk? Nee, het gaat niet vanzelf. Dus op een gegeven moment zei Jurgen tegen mij: Niels, we halen je eruit. Je doet er nog 4. En dan ga je het ijsbad in. Het enige wat ik zei was: oké. Oké, maat. Gaat ze het ijs in? Koelen. Best, eerst even naar de wc. Ja, nu nog eentje, oké? Okay? Eén keer. Ja, kijk eens. Geweldig. Jongen. Moest het ijsbad in 4 minuten lang zitten om die core temperature naar beneden te halen. Achteraf hoorde ik dat ik een bloeddruk had van 175 om 125. En volgens mij is dat niet heel goed. Ik merkte wel dat het goed steeg. Ik merkte echt dat ik weer een beetje bijkwam, dat ik weer grapjes begon te maken. Om weer helder te worden. Dus ik denk dat de fysio me echt wel door die dag heen gesleept heeft. Ik weet niet of het anders gelukt was. Even een beetje het lijf weer op gang helpen. Gewrichtssmering. Ja, zo noemen ze het wel, ja. Ik kan nog lachen, vriend. Nee, ik kan weer lachen, ja. Ik kon net even niet lachen, nee. De ijsbad heeft wel goed gedaan, denk ik, of niet? Ja. Als hij klaar was, ging hij nog 300 calorieën op de tijd in zetten. Ja. Ik ga straks nog een keer even zwaar krijgen. Kom maar, ik ga gewoon door. Alles is stijf, jongen. Niet normaal. Hè. Wat? Jij hebt bedacht dat je weer wil zetten. Ah, ja. En wat zegt Jurgen ervan? Ja, weet ik niet. Ga je Jurgen. Ja, Jurgen. Ja. Okay. Half 5, Niel. Half 5 beginnen we. Ja, 27. Ja? 832 alweer zitten. Vanaf 800 stuks deed gewoon echt zeer. Elke swing over weer, elke keer dat ik de touw vastpakte, was echt, echt pijn verbijten. 839. Dat was niet leuk meer. Maar ik heb geen moment in mijn hoofd gehad dat ik denk ik ga stoppen. Ik geef op. Geen moment. Vanaf 900 begon ik qua temperatuur iets af te koelen. Het begon nu aftellen te worden. Als hij deze heeft gehad,
Ah, de 100! Hey. Hey. Nog 100. Ik merkte heel erg dat ik in een focus zat. Ontzettend gefocust was op het touw en dat was ook eigenlijk het enige waar ik mee bezig was. Ik heb in het begin eigenlijk helemaal niet meegekregen dat er per touw op een gegeven moment 4 mensen swing over meededen. En die moesten gewoon haasten om te zorgen dat ze binnen die 45 seconden swing over konden doen. 95 te gaan. Tot op een gegeven moment die 9,500 kreeg ik al iets meer mee, oké, we zijn echt bijna klaar. Nog maar 60. We zitten op 962. Nog 38 te gaan. Niels, jongen, daar is toch niks meer. Kom aan Niels, juist. Kom op Niels. Alle vrienden. Juist! Niet zo gunnen dat je die 1000 haalt. Ga eens even kijken. 965! Ja? Ik ben kapot. Ik ga alles in zin, man. Ik ga hem even pakken. Echt zo fucking. Let's go. Echt zo fucking. Die laatste 10 voelde ik niks meer. Het was echt gaaf, ik was echt aan het genieten. Ik had kipvel had ik over mijn lijf heen. Ik wist gewoon, ik heb het nu gedaan. Oh, die gaat niet meer kapot hoor, hè? Echt niet. Nog één! Nog één! Weet je, die laatste 10 waren gewoon een bonus. Dat is echt heel vet. Ik stop ermee, wat een sukkel, hè. Ja. Mr. Tarzan. Ja. Ja, zeker. Helemaal fantastisch. De laatste. De laatste. Mama. Opa en oma, kom op. Zuster. In het begin had ik ontzettend veel twijfel of het überhaupt mogelijk was. We hebben heel veel gesprekken gevoerd. Ik best wel onzeker was en dacht, ga ik dit wel halen? We hebben dit nu allemaal opgezet. Maar voor hetzelfde geld stap ik er bij 600 uit. Ik wilde alles uit mezelf halen. En ik denk dat we daar wel in de buurt zijn geweest. Ik heb het gewoon geflikt. Ik heb het gewoon gedaan. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dit was echt mooi. Ja. Hoe voel je je nou? Ja, ik heb nu geen pijn. Maar ik denk vanavond wel. Ja, echt wel? Ja, zo net wel. Maar nu niet meer. Gewoon gedaan. Mooi, hè? Hey, moet je kijken, joh. Al die mensen hier om je heen die je hebben geholpen. Hebben geholpen, je moet het zelf doen. Maar die gewoon even een mentale support hebben gegeven. Hey, dat is toch fantastisch. Hey, je hebt er gewoon meer dan verdiend, jongen. Het is niet aan de ander laten zien, kijk nou hoe goed ik ben, kijk nou hoe ik bezig ben. Maar het is vooral bewijs aan mezelf dat ik meer kan dan dat ik denk. En dan staat daar dat kleine jongetje, dat kleine Nielsje, die gewoon vroeger oprecht niks kon. Kop erover de rekstok, onmogelijk. En ik wil hem gewoon laten zien dat ik oprecht meer kan dan die had gedacht. Nu komt het stukje dat ik anderen wil inspireren om diezelfde transformatie door te gaan. Ik gun het andere mensen om sterker in hun lichaam te staan, fysiek, maar ook vooral mentaal, waardoor ze alle uitdagingen in het leven gewoon veel makkelijker kunnen uitgaan. Het leven gooit gewoon bepaalde uitdagingen op je pad. En hoe gaaf zou het zijn als wij daarbij kunnen ondersteunen? What's your challenge?